Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. 32 deelnemers nog in het speelveld aanwezig. Vandaag nemen Cyriel Dessers en Rick van Leeuwen tegen elkaar op. Hallo Rick, hallo Cyriel. Hallo. Cyriel zit in een auto te wachten, dus we gaan een beetje tempo maken. Ik wilde gezellig kletsen. Nou Rick, wij kletsen wel naar de uitzending door. Drie rondes, 5 trivia vragen beginnen we zo mee. Daarna 5 spelerspaspoortjes en we sluiten af met een opstelling waar 5 namen ontbreken. Die mogen jullie gewoon opschrijven met pen en papier. Een verandering is dat niet de finale vraag beslissend is, maar dat we gewoon alle punten bij elkaar optellen. En dat je 1 joker mag inzetten voor een bepaalde ronde. Dan moet je dat even aan mij laten weten en dan worden je punten in die ronde verdubbeld. Alles duidelijk? Ja, helemaal. Okay. Laten we beginnen met ronde nummer 1. Ja, gaat iemand zijn joker inzetten gelijk? Nee. Cyriel? Ik twijfel. Bij twijfel nooit het, doen. Wat is de tweede ronde ook alweer? Spelerspaspoortjes. En ronde 3 is een opstelling. Nee, ik zet hem nog niet in. Oké, vraag nummer 1. Welke Atletico Madrid-speler miste de beslissende penalty in de Champions League finale van 2016? Eerst je naam roepen en dan krijg je de beurt en dan mag je het antwoord geven. Jeetje. Mooi, dat ze ook allebei... Cyriel? Ja, zeg maar Cyriel. Godin? Is niet goed. Ja, ik moet gokken ook. Ja. Koken? Nee. Juan Fran. Juan Fran. Vraag nummer 2. Welk rugnummer geven ze bij Vitesse niet meer aan een speler? Cyriel? Ja, Cyriel. 4. Wow. Heel goed. Ja. Weet je ook waarom, Cyriel? Voor Bos. Ja, heel knap. Okay. Ja. Inderdaad. 1-0 voor Cyriel. Vraag nummer 3. Wat is de mascotte van de eerste FC Köln? Cyriel. Ja, Cyriel. Vind jij het? Ik kijk even naar de jury. Ja, hij keurt hem goed. Het is een bok of een geit. En eigenlijk ja. had je nog kunnen zeggen een levende bok. Maar de jury, we hebben hier notaris ingehuurd. En die heeft hem goedgekeurd. Komt waarschijnlijk door je lieve glimlach en je accent. Vraag nummer 4. Van welke club kwam Arsène Wenger naar Arsenal? Cyriel? Ja, Cyriel. Monaco? Is niet goed. Heeft mevrouw... Rick? Ja, zeg maar Rick. Stade Ren? Nee. Nagoya Grampus 8. Uit Japan. Heel goed. Ja. Vraag nummer 5, de laatste van de eerste ronde. Van welke club nam Heerenveen Sidira Ejuke over? Cyriel? Ja. Vallarenga? Wauw, heel goed. Had je maar je paspoortje of je joker ingezet. Maar goed. Ja. 3-0 naar de eerste ronde. Laten we snel doorgaan naar ronde nummer 2. Grote vraag. Gaat iemand zijn joker inzetten? Nee. Ja, maar. Rick wacht tot de laatste ronde. Oké. 3-0 voor Cyriel. Spelerspaspoortje hoor je. Ik ga het opnoemen, maar je ziet hem ook in beeld. Mocht je het weten, eerst je naam roepen. Dan krijg je van mij de beurt. En daarna mag je het antwoord geven. Spelerspaspoortje nummer 1. VVV, Heracles, Volendam, Fortuna Sittard. Rick? Ja, Rick. Frank Verkouwer? Nee. Ik heb geen idee. Heb je geen idee? Nee. Oké. Dat kan. Het juiste antwoord is Bernard Hofstede. Of ik moet het eigenlijk goed zeggen. Bernd Hofstede. Ja, nooit van gehoord, hè? Nee, het is Bernard, Bernard Hofstede en werd ook vaak geschreven als Bernd Hofstede, inderdaad. Spelerspaspoortje nummer 2. Komt-ie. Utrecht, Twente, Aberdeen, Sparta Rotterdam. Utrecht,
Allebei niet? Nee. Karim Tounsani. Nee. Spelerspaspoortje nummer 3. Meer succes bij de derde hopelijk. Excelsior, Feyenoord, VVV, Sparta, Maritimo, Almere City, Alezoend. Misschien, ik denk dat jij er nog niet meer tegen gespeeld hebt, Cyril. Misschien nog wel. Goh. Rick heeft ook geen idee, of wel? Nee. Ik heb ook echt geen idee. Groot talent vroeger in Nederland, speelt nu in Noorwegen. Kai Ramstein. Ah, ja. Spelerspaspoortje nummer 4. RBC, Den Bosch, Telstar, VVV, De Graafschap. Cyril. Ja, Cyril. Ralf Seuntjes. Die is goed. Je gaat naar 5 punten. En het laatste spelerspaspoortje. AGOVV, Almere City, VVV, De Graafschap, Almere City. Cyril. Ja, Cyril. Tim Reserveur. Ja, is goed. Ja, dat betekent dat naar speelronde 2 het... Ja, het staat nu op dit moment 7-0. Ja, dat is wel beslist bijna. Maar Rick, niks aan de hand. Als Cyril niks goed heeft in de laatste ronde en jij hebt er 4 goed... Ja. En je zet de joker in, dan ga je gewoon door. Dus laten we ons opmaken voor ronde nummer 3. Pen en papier bij de hand. Nummers 1 tot en met 5 mag je even opschrijven. Ja. En dan mag je achter die nummers straks de juiste namen gaan zetten. Dus zal ik je eerst even gaan vertellen om welke opstelling het gaat. In 2017 won Real Madrid voor de tweede keer op rij de Champions League. In Cardiff versloeg de koninklijke Juventus met maar liefst 4-1. Welke spelers ontbreken er in de volgende opstelling? Nou, we hebben jullie alvast Navas, Ramos, Ronaldo, Benzema gegeven. Maar nummers 1, 2, 3, 4 en 5 niet. En ja, het is heel vervelend voor jullie. De ontbrekende namen moeten ook op de juiste posities. Heerlijk dat geluid. Ja. Zo, Rick, ben jij zo snel klaar? Ik ben. Misschien heb ik er 1 of 2 fout, maar misschien wel meer. Maar... Nou, Rick, laat jij me eerst even. Rick, laat jij me eerst even zien in beeld. Kun je hem goed lezen? Nou, lees ook maar voor gelijk. 1 is... Varaan. Ja, 2. Carvajal. Ja, 3. Kroos. 4. Casemiro. En 5. Asensio. Oké. Okay. Ja, ik weet hem al, die heb ik kwijt. En Cyril? Kijken wat het handschrift is van Cyril Dessers op een... Jeetje, wat een verfrommeld papiertje. 1 is... Ja. 1 is Varaan. Ja, 2 Carvajal. 3 Casemiro. Ja. 4 Kroos. Ja. 5 Isco. Ja, het was inderdaad Isco. Rick, helemaal niet zo slecht gedaan, maar je had er 2 op een verkeerde plek staan. Je had er 2 goed, dus dat betekent 4 punten. Je had Varaan en Carvajal goed. En Cyril Dessers, ik vind het heel vervelend om tegen je te moeten zeggen, je had ze alle 5 goed. Alle goed, ja. 12 punten! Best. België... verpletterd. Wat is het? Den Haag, Rick, waar je woont? Spijk. Waar woon je, Rick? Den Haag? Ja, Spijk. Dat is naast Den Haag. Oké. Okay. Ja, 12-4. Verplettering. Ja, pijnlijk. Maar ja, wel terecht. Ja. Rick, ik wil je danken voor je deelname. En voor je donatie natuurlijk aan de voedselbank. Dank je wel. Cyril Dessers. Jeetje, Mina. Ja. Topscorer van Nederland. En nu ook door naar de laatste 16 van de FC Afkikker voetbalquiz voor de voetbalbank. Ja, ik kan het zelf moeilijk geloven. Het is echt, wil je mensen bedanken? Ja, ik krijg mijn vriendin die hiernaast me zit. Voor de steun. voor de pen die ze bij had. Ja,
steunen toeverlaten, hè? Mevrouw Dessers die naast je zit. Heel goed. Precies. Oké. Nou, volgende keer misschien uit de auto of inmiddels voor de bekende muur in Huizen Dessers, die van alle Skype-gesprekken doen. Je bent in ieder geval door naar de laatste 16. Dankjewel, Cyril. En jullie bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende aflevering.